De kosten van energie en de dagelijkse boodschappen zijn nogal gestegen. Wat zou de overheid volgens u moeten doen om te helpen? Ik denk de mensen die het helemaal niet kunnen betalen, compenseren, want dat vind ik echt wel schrijnend. Als mensen in de kou zitten, wat was het in Engeland ook weer? Heat or eat. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, ik zou in plaats van subsidies geven juist een soort prijsplafond instellen, zodat het voor iedereen betaalbaar blijft. Belastingen verlagen voor alle inkomens. Maar aan de andere kant, er is ook wel iets. Ik vind ook dat mensen niet heel erg goed met hun geld omgaan. Ik denk dat je heel veel zelf kan doen door niet een half uur te douchen of zo. En waar vroeger gingen wij één keer in de week in bad bijvoorbeeld. Of in de tijl. Kijk, dat zijn allemaal dingen die je kan. Je hebt zelf daar ook een verantwoordelijkheid in. Uiteraard de boodschap ook de btw's te gaan verlagen. Informatie verspreiden over waarom ze hoog zijn, weten mensen denk ik wel. Maar hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de kosten voor zichzelf zo laag mogelijk blijven. Kort maar krachtig, gewoon veel meer naar de burger kijken. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen besparen op andere dingen. Dus bijvoorbeeld OV goedkoper maken, zodat mensen op andere plekken geld kunnen besparen, wat misschien makkelijker te doen is dan meteen elektriciteit of boodschappen. Ik denk te hulp schieten door middel van misschien iets meer subsidie en dan zeker voor de mensen die het niet zo rijk hebben. Maar ik denk wel dat de overheid hier iets mee moet. Ja, ik denk dat ze de mensen gewoon meer geld moeten geven. Kijk, ze maken kaas, maken ze veel duurder. Bijvoorbeeld een pak kaas was eerst 1 euro en nu betaal je volgens mij rond de 1,80 of zo. Of 2,50 misschien zelfs. Alle mensen compenseren. In ieder geval mijn baas op het werk, die haalt wel eens voor ons eten. En dan is hij erachter gekomen dat de kaas in één keer met 80% gestegen is. En dat vind ik niet kunnen. Zowel de minder bedeelde als de middelklasse. We hebben het allemaal zwaar. Ja, ten eerste allereerst 23 miljard van Shell. Die winst hebben gemaakt van energie. Dat moet terug naar de volk. Ik vind dat eigenlijk dat ze het al best wel heel netjes doen met de ondersteuning van de 800 euro toeslag die ze erbij hebben gedaan. Vooral in deze tijden, dat de rijken de armeren echt wel moeten helpen. Dat vind ik. En ik vind eigenlijk ook wel gewoon dat dingen veranderen en dingen veranderen in de wereld. En ik vind dat burgers daar maar mee te veranderen hebben eigenlijk. Alle nutsbedrijven weer van de staat maken. Ik denk dat de overheid wel iets moet doen om de mensen met de lagere inkomens te ondersteunen. Ja, ik denk dat we anders echt op een behoorlijk drama afstevenen met elkaar. Dus niet gelijk weer communisme en dat soort dingen, maar dingen die we allemaal nodig hebben, laten we daar ook met z'n allen voor zorgen.